Oké, okay, Koen van Langenonk. welkom op deze eerste podcast van KWC Westerlo, de 2024 Insight. En natuurlijk moeten wij het boegbeeld uitnodigen, de persoon die aan zijn tiende jaar bij de club begint. Dat ga ik wel moeten verbeteren, want het is 11 elfde seizoen. Is het is al een elfde seizoen. Ja, Zo'n dus, zo boogbeeld ben ik. <laughs> nee, okay. het is moeilijk om de taal bij te houden, maar het is mijn elfde, elfde seizoen, ja. seizoen uh, ja. voor Westerlo. Okay. Dus, uh. Zeg je, je ziet goed, je moet geen kuskie in de brug uh, al hebben? Of zo. Voor mij is het uh, voorlopig nog prima, maar anders uh, geef ik een seintje. Oké, okay, dat is goed. Dus elf seizoenen. Uh, vertel eens, hoe zit je hier op de club terechtgekomen? Uh, ik ben eigenlijk na mijn passage in Beerschot, uh, de club die failliet is gegaan, uh, op zoek geweest naar een club. Uh, maar omdat ze, het seizoen eigenlijk dat ik na Beerschot vertrok, was ook Westerlo geïnteresseerd. Uh, maar daarvoor heb ik een beetje de boot afgehouden. Ik zei, ik ben nog bezig met studies en ik wil eerst dat afronden dat ik een, een diploma heb. Uh, en toen is uh, ja, eigenlijk Beerschot op proppen gekomen. Heb ik daarna voor Beerschot gekozen. Die is in failliet gegaan. En toen is eigenlijk het contact terug met uh, Westerlo opgestart geweest. Uh, en dat ging eigenlijk uh, vrij snel, want uh, ik had eigenlijk op dat moment ook niks, niks te willen, ik was wel heel blij dat er een club mij terug wou, want ja, ik was wel bezig met van ik ga misschien terug moeten gaan werken uh, omdat ja, in de voetbal gaat het heel snel naar boven, heel snel naar onder, dus dan was het altijd een beetje afwachten maar Was het echt de bedoeling om profvoetballer te worden bij jou? Uh, ja, ik denk dat iedereen die, die van jongs af aan begint te voetballen en op een keer in een eerste ploeg heeft gespeeld. Ergens maakt niet uit welk niveau toch wel. Ja, dat gevoel heeft van: ik, ik wil het wel proberen te maken, ik zal er alles aan doen. En, en het is er mij heel weinig gegeven die dat uiteindelijk zullen halen dan. En ik ben heel dankbaar dat ik dat toen heb van het mogen proeven. En, maar ik ben ook iemand die heel realistisch was. Dus ik heb een diploma en ik was ook bereid om terug, terug te gaan werken. Maar dat is, dat is een verhaal van elf jaar geleden. En nu zit ik hier, dus ik heb er elf jaar bij deze club van mogen. Ja, profiteren is niet meer wel van genieten. Dat eerste jaar profvoetbal was het niet van een leie dakje gelopen? Hè? Uh, nee, natuurlijk. Maar oké, okay, ik kwam van derde klas. Ik had twee ja. seizoenen alles gekiept in derde klas. En, en de overgang uh, van derde naar eerste is toch, toch, toch nog een heel groot verschil. En, uh, het was eigenlijk ook een contract voor drie jaar. Het eerste jaar zou ik zeker niet spelen. Uh, gewoon een beetje gewoon worden aan de twee keer trainen per dag. Uh, hogere trainingsintensiteit, uh, et cetera. Maar um, oké, okay, dat loopt dan heel anders uit. Ik heb elf matchen gespeeld dit seizoen. Ja, okay, uh, de, de Antwerpse mentaliteit uh, is, is nog anders dan uh, de Limburgse. En daar heb ik ook uh, mee kennis gemaakt. Hoe, ja, okay, hoe snel dat het in het negatieve kan gaan. En, en ja, oké, okay, als, als, als de mensen die alles voor ja, Leven voor de club en die zien die club failliet gaan. Ja, oké, okay, die zijn tot veel in staat. En, en, en als speler heb je dat niet altijd zelf in de hand, maar oké, okay, je zit verantwoordelijk voor de, de mindere prestaties op het veld. En, en, oké, okay, dat was uh, zeer heftig. Dus daarom ben ik eigenlijk blij dat ik de kans heb gekregen om dat seizoen erop terug bij een heel familiale club uh, terecht te komen. Eigenlijk heel anders. Uh, en dat ik daar ja, van begin eigenlijk heb gespeeld en de supporters mij van begin gesteund hebben. En ik denk dat ik daar geprobeerd heb om, om terug te geven met, met goede prestaties op het veld. Is dat belangrijk voor jou ook, dat familiehalen? Ja, tuurlijk. Zeker omdat je zit hier iedere dag en ik vind het ook belangrijk, de mensen die, die komen kijken. Ja oké, okay, die, die hebben ook heel veel over voor de club en, en ik vind dat... Belangrijk dat je als, als speler en, en ook interactie daarmee kunt hebben. En, en ja, ik weet het wel, hoe, hoe groter de clubs zijn en, en hoe meer beschermder de, en afgeschermd dat er allemaal is. Maar dat vind ik juist, alle, dat, heeft, dat maakt het hier ook zo mooi. En ik ben blij dat dat nu, na zoveel jaren, is dat nog altijd en dat leeft nog altijd. Zo, want dan merk ik, als ik nu, ook in de positie waar ik nu zit, maar als er nu fandag is of, of komt op wedstrijden, ik word toch nog altijd aangesproken dat die... Die band is er en die zal ook nooit stuk gaan en dat is ook langs mijn kant, probeer ik dat wel uh, te houden. Ook zo, ja, Koen heeft ook een eigen liedje hier ook. Hè? Dus... Ja. Uh, nou, dan, voilà, dat is, dat... niet elke speler heeft zijn eigen liedje hier. Hè? Nee, 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 en dat is eigenlijk al van begin dat dat onmiddellijk ja. is. En, uh... Jawel, zo'n dingen dat doet iets. En ook als je oploopt of je begint aan de opwarming, ze beginnen dat te zingen, ongeacht wanneer. Of, of, ja, wel, en dat, dat, is, dat weten ze ook. Ik ben er enorm dankbaar voor. En, 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 en daarom denk ik ook zo, die dingen, als er ooit iets is met supporters, of, of denk ik ook altijd de eerste ben om te zeggen van kijk, ik ben bereid om dat te doen en ik wil dat ook wel doen. Uh. Zeg maar, uh, even teruggaan. Uh, in een tijd had je nu geen profvoetballer geworden. Je zei, ik heb mijn studies afgemaakt. Wat zou dat geweest zijn? Uh, ik ben uh, leerkracht LO. Ah, okay. Dus uh, sportleerkracht. Met uh, zwemdiploma als fitnessinstructeur. Uh, om daarmee verder te gaan met gekken, is eigenlijk van. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, omdat ik ja, altijd bezig was met trainen. En ik wou in de sport iets gaan doen. Dus dan komt je automatisch sportschool. En dan automatisch gaat je verder leerkracht. Maar in mijn vrije tijd was ik eigenlijk altijd bezig <laughs> op de bouw. En helpen op de bouw. Omdat ik echt iemand graag ben die, die hard werkt. En, en ja, handenwerk en, en, ja. en dingen. Dus ja, laat me niet zeggen dat ik zeker in, in, in de school was beginnen werken. Maar voor hetzelfde geld was ik dan de bouw geweest. en uh, Je weet het niet, dus omdat ik wel iemand ben die, die graag hard werkt. Uh. Oké, okay, ja, ja. Heb je niet recent gebouwd ook? Niet? Nee? Uh, nee, nee, nee. We ah. hebben gekocht, maar verbouwd. Wat hebben ze dan zelf gedaan? Uh, stukjes, maar uh, <laughs> ik denk dat ik veel kan, dat is het gevaar. <laughs> dus ik had beter die opleiding bouw gevolgd. <laughs> <laughs> maar de dressing en zo, ik ga er zelf niet in denk ik niet. Uh, de dressing die moet eigenlijk nog in elkaar gezet ah, okay. worden. Maar de kinderkamer en alles, die belangrijke dingen, die zijn ah, volledig okay. afgewerkt. Ja. Dus ja, dan blijft uh, zelf de dressing een beetje liggen. Hè? Maar, uh, dus je kunt een dressing maken en zetten. Ja, maar dus, ik denk dat ik dat kan, maar ik zoek wel altijd iemand hulp die er heel veel van kent. Ja. En die helpt me op weg. En dan wil ik dat wel zien. En, en, proberen maar alle een dressing dat is niet dat ik een dressing van een kamer groot ga maken hè? dus dat is onder een schuine wand dicht met kasten dus alle in die vorm en dan maar alle ik denk dat je heel veel kunt doen door te leren en ook met, met internet nu ik denk dat je het opzoekt en ja oké okay, de vakmensen die zijn er sneller mee weg en die zullen altijd en dat gaat veel sneller maar ik ik heb ook wel veel mensen die er veel van kennen, die ben ik ook, ben ook niet, niet te vies om raad te vragen. Hè? Dat is ja. niet mijn vakgebied, om dan eens te zeggen van, hoe beginnen? Of, of die maken de schets en tekeningen. Dus zo ben ik dan ook wel. We ja, dus zeggen soms wel, een profvoetballer die heeft veel tijd. Maar is dat wel effectief zo? <laughs> ja, ja, er zitten ik... toch veel trainingen en zo, hè? Dat hangt ook van, van, van trainer tot, tot trainer af. Uh, ik heb trainers gehad waar dat je meer tijd hebt. Uh -huh. uh, ik heb ook trainers gehad waar dat je heel veel op een club zit, maar dat je de tijd tussen twee trainingen de rust hebt. Uh -huh. Dus oké, okay, ja, was, was veel vrije tijd. Hoe dichter dat je bij de match komt, heb je meer tijd uh -huh. vrij. Maar dat wil niet zeggen dat je in die tijd naar huis gaat. Dan uh -huh. kun je zeggen van kijk, nu ga ik uh, nog een wedstrijd dit doen of ik ga nog dat doen, want dan is het wel de bedoeling dat je je rust pakt uh, naar de match toe. En, en dat heb ik ook altijd, altijd gedaan en dat, uh, ja, oké, okay, dat is voor iedereen verschillend. De ene doet dat op een andere manier, maar het is niet dat je zegt van die vrije tijd is ook effectief tijd om we gaan winkelen, we gaan dit, we gaan dat. Dus dat is wel de vrije tijd die je eigenlijk gekrijgt om naar de match toe te leven, maar een goed gevoel hier op dat veld te komen. Gaat de Koen graag winkelen met zijn vrouw en kinderen? Nee. Dat was te uh, lang gewacht. Dat was altijd <laughs> te <licht>. lang. <laughs> <laughs> ik heb drie vrouwen. <laughs> ik heb drie vrouwen. <laughs> Van mijn vriendin alleen kreeg ik alles nog gedragen, maar nu is het uh, <laughs> is krachttraining, ik <niet> me rust. maar <laughs> 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 Dus uh, ja, ik denk dat niet veel mensen dat graag doen. Ik ga winkelen met mijn vrouw, vrijbel... ja. ik Nee, ah, ik maar voor mij winkelen is van, ik ga en ik weet in die winkels ga ik iets vinden, dan gaat je binnen, maar je ja, gaat er ook niet kunnen winkelen en iedere winkel binnen gaan en kijken en, <laughs> en weten van, ik ga toch niks vinden, maar ik ga toch het moest maar ja. Terwijl dat je al weet, voordat je binnen staat, we gaan er niks Zee, vinden. vraagt je echtgenoten dan soms raad van, Koen, is dit goed, is dit niet goed? Nee, het is andersom. <laughs> <laughs> Mijn echtgenoot weet heel goed wat hij ze wilt. en die zon, <laughs> ziet er ook altijd heel goed uit. Maar ik moet af en toe vragen, past dit wel bij elkaar? <laughs> <laughs> zo, zo ben ik ook, okay, ik geef okay. dat toe. Oh, dat is goed, dat is goed. <laughs> je, je wordt al een vrije tijd bezig en ja... Dartsen is blijkbaar uw vrije tijd, uh, uw bezigheid in uw vrije tijd? Ja, ik moet zeggen, sinds uh, corona. Hè, dus er was uh, ja, alles dicht en je kon niks meer gaan doen. En ik zeg, ja, weet je, tv kijken, dat is, dat is niks voor mij. Uh, ik zeg, ga iets zoeken waar ik bah, mee bezig kan zijn. En ja, darts eigenlijk. En een paar kameraden deden ook darts. En zeiden van, ja, moet dat toch eens proberen? Daar heb ik uh, mee begonnen. Maar ik moet zeggen, zo, in plaats van s'avonds tv een uurtje dartbij te gooien. Ja, dat, dat ligt me wel. En het enige probleem is ja, ik kan dat dan weer niet zonder het competitieelement element hè? Dus ja, dan begin je dat weer te doen en dat lukt dan een keer. Dan wil ik ook weer zien hoe zijn anderen. Of, of... Dus ja, nu ben ik ook zo. Af en toe speel je zo'n uh, tornootje mee. En, 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 uh... Dus ja, ik moet zeggen, dat is wel een hele leuke afwisseling om, om eens iets anders te doen. En eigenlijk nog altijd vrij. Oké, okay, het is denken, het is de arm. Het is niet dat ik uh, op het einde van de avond fysiek uh, ten onder ben. Hè? Mentaal is dat wel, maar ook ja. dat is voor de keeper belangrijk, hooghandcoördinatie. Dus opzij. dacht, hey, alles ja, meegenomen. Ja, <laughs> Als ze me gaan opzoeken. Dus, Hij <laughs> zijn gestudeerd. Ja, ja, voilà, maar dat. Maar, <laughs> we, we hebben u eigenlijk onderbroken, een darts heb onderbroken voor de podcast eigenlijk. Uh, Tegen ja, wie speel je dan hier op de club? Het uh, is altijd al verschillend geweest. Nu de laatste weken, Roman, Roman uh, speelt uh, regelmatig mee. Nick nou, Gillekes doet ook, uh, Leo doet ook. En er zijn er verschillende die dan wel eens proberen en dan zeggen: ah, Het is helemaal niks van mij. Of die anderen die zeggen: van, ah, Ik heb wel smaak te pakken. Maar het is ook gewoon: van, je nou, gaat tussen twee trainingen, je gaat die rust. Sommige jongens die, die gaan liggen, die pakken een rust of ze zijn op een GSM bezig. En uh, nu ben ik blij dat er eigenlijk zo'n dashboard is. En, dat je, en ondertussen zit het nog wel in de buurten en, en, en ik zit wel in het. Aan het maar, dat eerste dashboard dat was heel uh, origineel opgehangen, denk ik. Hè? Ik denk dat alle dars hier al, al op een manier zijn opgehangen dat het onverantwoord is. En hoe dat het altijd blijft hangen. Dus... Maar wie verzint ook zoiets? <laughs> ja, wij zijn ermee begonnen. Ik, ik en Christophe van Oud. En wij hadden dat heel goed opgehangen. Maar toen kregen ze het idee: we moeten naar een andere kamer verhuizen. En toen. Uh... We was ze op dezelfde manier ophangen en dat is dan niet meer uh, tot stand gekomen. Is Er overal een schroef bijgekomen of een haakje bij en het hangt nog. Maar het hangt voorlopig vast. Dus... Uh, uh, was er ook je nog een tape in zo'n ik ooit eens gezien? Een tape ligt op de grond. Uh... Ja, ja, maar jij... Daar zijn we mee begonnen. Dat was het beginnersbord. Voilà, <laughs> voilà. Zeg het maar. <laughs> ja, het begint, maar dat was nog zo met uh, zwart en wit. Alleen met de cirkels. <laughs> <laughs> nah, Daar zijn we voorbij gestoken. Nu. Dat zeg, zal ik niet maar, meer opgooien. Jullie, jullie hebben elkaar ook een naam gegeven, denk ik. Hè? Nee? Ja, in het begin was dat. Ja. Ja, in het begin hadden we het, uh, ja. het bord opgehangen. En toen was, ja, iedereen wou dat dan doen. Maar toen speelden wij ja, niet echt darten, maar dan was het gewoon van: iedereen gooit met de slechte hand. En in dat nummer, daar moet je op blijven gooien. Ja, dus je gooit met de slechte hand. Ja, ja, voor sommigen ja. was dat moeilijk om een bord te raken. Je kreeg twee <laughs> kansen, want anders mocht de rest een nummer kiezen. <laughs> en uh, dan moest je daarna met je goede hand en dan moest je dicht gooien. Moest vijf keer raken. Dus ja, triple is drie keer, dubbel ja. is twee keer. En dan dichtgooien. En als je dicht was, dan kon je de andere speels aanvallen. En toen, uh, ja, op een duur was dat leuk. En iedereen begon dan zo een beetje dartsnamen te zoeken. En, en, en was ja, ik was, in het begin was ik de Chizzy van Dave Chisnell. En, ja, Chisnell, hè? Ja, en dan had je ook een uh, die kwam binnen met het uh, dansje van uh, Dirk van Duivenbode. Als die begint te hakken, dus ja. zo kwam die binnen. En eigenlijk was dat wel heel plezant. Uh, en dan, ja, oké. Okay. Dus op het begin was dat acht man, maar die storm is een beetje gaan liggen. En, ja, in het begin was dat zo ook een high pier. En, en, dus ja, nu is het echt uh, dart en, en gewoon van 501 tot 0. En, uh. en qua gemiddelde, wat gooi je zo? Uh, nu zit ik, uh, ja, thuis als ik speel ik zo tegen Dartbot, tegen die app, en dan zit ja. ik uh, 50-55. Dat uh, gemiddeld. Met uitgooien, en alles bij. Dus ja, oké, okay, dat varieert. Hè. De ene keer is het 48, de andere keer gaat het eens wat meer. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon als ik zo op toernooi en je komt dan zo terug wat mensen tegen die... Ja, je kunt daar gewoon goed mee gooien, rustig. Dat, dat vind ik... Uh, de competitie-element zal ik toch altijd uh, opzoeken. Tegen de toernooi in de Limburg dan dat je dat opzoekt? Of, of? Ja, want ik moet zeggen ook, ja, na, na corona, dat darts eigenlijk met, met al die Belgische spelers ja. een beetje gehyped is. Ja, ik denk ja. dat ieder café ja, ja. drie, vier blokken bijgehangen heeft en dan... Ja, oké, okay, die dan was ineens inschrijven en, en dat gaat eigenlijk heel snel. En het is bij mij op een kwartier rijden. Als ik een kwartier rondrijd, ja, heb ik enorm veel cafés en, 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 en mogelijkheden om dat te doen. En, en het fijne is eigenlijk, dat is s'avonds om half acht. En dat gaat heel snel. Je zit in boelens en, en das, 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 voor twaalf uur is dat afgerond. En het gaat eigenlijk een hele avond ja, gegooid. En, dus, dus... Zeg, je, je hebt het woord café laten vallen. Is dat regelmatig dan ook een pintje erbij? Nee, nee, nee. nee want uh, wacht, wacht even. Wacht even. De Peter heeft iets bij, denk ik. <laughs> maar toen was ik niet Dan, aan het dachten, hè? Dat, dat moet je even uitleggen. Heb <laughs> jij die allemaal zelf opgedronken? Nee, 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 nee. nee, nee, Maar je weet, Peter, ik zit hier als langste, dus ik wist... Ik moet naar de bron gaan, ik moet zo snel mogelijk, zoveel mogelijk drank naar boven krijgen. <laughs> dat was ook gelukt, hè? <laughs> ja, ik denk dat wel, hè? Twee meter <laughs> meer. <laughs> Nee, dat was, was hier met de kampioenenmatch. Ja, ja, ja. ja, boven was geen bier, omdat we hierboven gewoon de match kwamen kijken. Ja, ja dan moesten ze de hele tijd van onder naar boven bier brengen. En, uiteindelijk, en er was match... maar de ene die had dat wist dat die... Hè, die ja, 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 bier dan ja. Dan had, hè? ja. Ik ben naar onder gaan en uh, Annelies stond achter ik zei, Annelies, er moet iets op zijn dat we meer bier en sneller naar boven kunnen. Ja, maar ik heb hier nog die meter staan. Ik zei, dan geeft ze me Nou, <laughs> <laughs> Nou, Over de ik kwam hier boven. Ja, 25 man springt erop het was leeg. Ja, dan heb ik... <laughs> Een keer of tien uh, gelopen. Ja, dus, het blijft toch uh, een legendarische foto. Ik wow. denk dat die nog dikwijls gaat getoond worden. Ja, okay. ik, ik vind dat, dat ook mag. Ja, ja, Daar ben ik ook rond. Zo'n Op die foto ja. zie je wel ja, het geluk. Hè. Ik denk dat voor iedereen op dat moment toch wel wauw. Tuurlijk, het gehaald. En de dag ervoor. Kunnen we het allemaal, zelf hè. niet doen. Hè, en dan. 24 uur later had je wel die ontlading, wel ongeacht, of, maar je hebt er zo naartoe geleefd, mm -hmm. dus ja, dan is dat wel mm -hmm. uh, ja, dan is dat een mooie herinnering. Ja. Ja. En wat was nu de mooiste titel in, die, in de tweede klasse? Die met Dennis van Wijk toen in 2014? Of, uh... Ik denk dat het twee heel verschillende titels zijn. Ja. Waarom? Omdat met Dennis van Wijk hadden we 18 ploegen denk ik nog in de tweede klasse. Mm -hmm. was met, dan was Wessel, denk ik een jaar of twee jaar gezakt en die wou onmiddellijk terug omhoog. Mm -hmm. uh, en toen waren er denk ik drie, vier, vijf ploegen uh -huh. die echt zeiden van kijk, we willen mogen en we kunnen het ook. En er waren ook heel veel ploegen die speelden voor, ja, die hadden het budget niet, maar er waren ook mensen die werkten en die hadden s'avonds uh -huh. trainen en, en matchen. Uh -huh. En dat jaar had Westerlo uh -huh. wel een enorm, enorm goede kern en, en, en goede dingen, want ik denk dat we dat seizoen 18 keer, 18 keer de nul uh, en zoveel golen gemaakt en, en ja, iedere thuismatch kwamen wij dat veld op van drie, vier, vijf. Uh -huh. Dat, was, ja, dat, dat, was zo, dat zat er zo in. En dat kun je niet vergelijken met, met de titel die je nu behaalt. Want nu speel je tegen minder ploegen. Maar je speelt wel tegen allemaal ploegen met groter budget. Ploegen die of net gedegradeerd zijn. Of wel ploegen die zijn van kijk, we willen onmiddellijk naar daar. Allemaal investeerders erbij die dat helpen, willen helpen realiseren. Dus, en daarom dat je ook tot op het einde eigenlijk hebt moeten strijden. En we hebben eigenlijk heel het seizoen wel altijd zes punten wel voorgestaan, en, maar je toch merkt dat naarmate dat het naar het einde toekomt en je moet het dan en je kunt het dan afmaken ja, oké, okay. je hebt altijd een soort spanning druk en daarmee denk ik dat op het gebied van spanning en alles is, is die, die, die tweede echt wel een ontlading wat er los kwam dat feest wat we gehad hebben daarna allemaal dat was de mooiste terwijl de, de eerste dat was ja, daar van, dag één hadden we zoiets van dat moet en na die eerste match had ook iedereen dat gevoel van dat gaat lukken maar ja, dan nog, de laatste wedstrijd hier pakken we na tien minuten een rode kaart. Uh, ja, ja. Dat was Leconte met ja. elleboogsten. Ja, tegen schouderden. En uh, die, die komt dan naar na een paar uh, maanden later bij uh, ons komt. <laughs> dus ja, je ziet, dan kunt het afmaken thuis. Hè. Dat, dat ja. was de, de match ook wel. Hè. Maar ja, oké. Okay, uiteindelijk bleek de Eupen dan niet wou. Want van Kronbreuken zat, zat er zelfs niet meer bij. Er waren heel veel spelers die toen. Mm -hmm. Niet speelden, omdat ja, die wouden dat project eigenlijk gewoon in tweede klasse zetten Met we willen hier spelers opleiden en verkopen. Want mm -hmm. hebben ze dan aangepast en dan is het jaar erop of twee jaar dan ja. denk ik ook. Ja. Dus maar iedere titel heeft iets, ja. ik denk, maar als je ziet. Okay, ja, want de eerste titel, die je vierde eigenlijk op het veld, hè? Ja, dat, en, dat was een laatste laat titel. Ja. Hier in de, ja. Kijk maar zeggen, ik moet zeggen, we hebben twee dagen. Dus die twee dagen, daar weet ik niet meer veel van. Dus dat is al... Maar in eerst eerste titel? Ja, als je ja. daar ja. nog foto's van hebt, dan kom je misschien Tju. terug. Tju. <laughs> ik heb uh, zelfs met de Koen iets gemeenschappelijk. Oh, ja, ja. vertel dan. De Koen is uh, ooit met Kevin Goeders kampioen gespeeld. Ja, ja, ja. Dat was... En ik ken ook. Mo, zie je een keer. Okay, wel, okay. wel, wel, ah. wel bij de scholieren van Blauwe Toegel ah, ja, <laughs> De Geudenbouwer. <laughs> de Kevin, ja. De Kevin Geurde, die man, dat was hier, dat eerste jaar ook, was les ook nog, toen was het hier altijd een thema café, na iedere winstmatch. En uh, Kevin Geurens ook, en toen zat hier altijd wel een grote klik. Ik weet niet of hij dat bij uw kampioenenmatch ook gedaan heeft. Die man die kon, die kwam met een pin bier aan, altijd, dus dat hij die bracht. En die kon die laten vallen effectief, en dan pas die terug oppakken. En keer ja. op keer lukte het. Huh? Ja, ja, want vaak kreeg dus, ja. daar tegen tegengezegd van en dus die, kom, die ging bier dan halen en die bracht dan die pint en juist gedacht je die wil pakken liet die die, die vakte die zelfs terug op joh. Ja, joh, dat heb ik nog nooit gezien en dat was keer op keer ik zeg ja joh, nu is het wel goed dat deed hij daar bij u kampioen de ook kampioen Toen, maar dat scholieren was, was was toch niet echt oh de scholieren nee. Nee, dan ja, dan ja. Mocht je nog niet dan moesten we nog plakjes drinken maar toen dan. hebben we kampioenspullen. ja in die boel Dat daar had hij niet kunnen vangen denk ik ik denk dat zelfs geleerd heeft van nu hier een osteopaat, de Nick. Ah, Nick van dingen Die heeft van dingen ja. Echt? Dat is Die hebt al van geleerd heeft oh, toen ja. we dat pakken met die pinten. Okay. Dat zouden we niet verwonderen. Ja. <laughs> <laughs> dat moet je zo horen. Want dat was Bonds de kipper toen. Okay. Ah, okay. Ja. Ja. Okay. Je ziet een keer. Maar ja. ah, je hebt hier ook een serieuze band uh, met uh, uh, ja. mensen die hier uh, oh, ja. Dat zijn ze wel. Welke positie had jij? Wel ik stond met de Kevin samen in het middenveld na ja. weinig moeten lopen dat deed de Kevin voor u uh, ik moest vooral uh, fouten maken de, de, de Kevin oh, jij moest de fouten Kevin moest spel was een spelverdeler. Ja. en zijn broer stond in de spits hij had goede spitsak dus uh, ja jij ja. ja, wordt je een harde die een manier ja moet gebeuren soms hè zeg je had het er juist ook over die, 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 die zijn veel clubs nu overname hè jij hebt de twee kanten van West, West meegemaakt dus de periode Herman Wijnands zo maar zeggen en dan de periode Octairka. hè dus de laatste jaren is er hier veel veranderd hè fenomenaal ik denk dat je als investeerder aankomt en jij dit voor ogen met een ploeg hoe dat wij het nu al zien dan denk ik dat Iedereen en alles wat Weselo warm hart toedracht, alleen maar kan appreciëren en heel blij mee kan zijn. Want je ziet, ik denk dat alles aan iedereen hier beter van wordt. Want ik denk dat hij naar jeugd toe, naar supporters toe, naar spelers, naar omkaderingen en alles en dat hij toch wel iedereen wil betrekken in dat hele verhaal. En ik denk dat je dat ook ziet als je ja, op een club aankomt en, en toekomt en in het stadion rondloopt en al de mensen die hier zeven jaar geleden zijn geweest een match komen kijken en die komen nu kijken. Ik ben daarvan overtuigd. Dat zijn alleen maar positieve reacties. Zijn en Zeggen van, amai, wat is hier gebeurd? Dat is wel knap gemaakt. Dat is wel... Ja, dat, dat is prachtig. Dat ook, dat. Want je hebt ook heel veel situaties waarin dat er, ja, oké, okay, heel veel spelers komen en zeggen van we willen de ploeg versterken. en alles in er rond. Maar als je ziet... Ik denk dat ze hiervan uit gaan zijn. Als we zorgen dat het rondom leeft. Dan gaat het van binnen ook automatisch meer leven. En, en ik denk dat daar afgelopen jaren ja, duidelijk gezien is geweest. Met het kampioenjaar. Afgelopen jaar dat je eigenlijk play off two speelt. Als promovendus. Uh -huh, uh -huh. Iedere week zitten we bijna voor een volhuis. Uh -huh. Op verplaatsing, die mannen. De, uh, ik denk dat daar. De mooiste overwinning is, is die je kunt als club uh, bereiken, ook uh, buiten het sportieve dan. En ik denk dat ze op, op, op al die gebieden wel echt heel hoog uh, scoren. Je zit tegenwoordig als derde doelman. Hè? Uh, heb je eigenlijk getekend, denk ik? Hè? Ja, ja, ja. Een contract. Uh, weet je nog het seizoen uh, 1920? Je begint eigenlijk als eerste doelman. We hebben de fotoshoot, je raakt geblesseerd. Met de duim. Ja, hè? Ja, en sindsdien... Hè? Ja, Die sindsdien is het... Uh... Achtergrond, hè? Ja, oké, okay, maar ook beste eh? de voetbal. Ik heb de eerste zes jaar eigenlijk iedere match gespeeld. Mm -hmm. Ik denk dat ik er misschien eentje heb gemist vanwege een kaart en een schorsing. Het in nog Ja, Brugge niet kunnen spelen op Brugge Ik Heb je een gedaan? <laughs> ja. uh... Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh, wat dacht je? Laat de Langer er maar in staan. Nee, dat was uh, Mika Cordier Ah, Cordieto. <laughs> ja. Dus uh, de eerste zes jaar heb ik eigenlijk ja, altijd alles gespeeld en... en... Je ziet alleen dat positieve, maar je ziet ook hoe snel dat kan gaan met een blessure. Oké, en dan komt er Birken, een jonge gast, talentvolle keeper. En dan heb ik me eigenlijk onmiddellijk ook in de rol proberen te zetten van... Kijk, begeleiden en meehelpen. Want die jongen heeft nog alles voor zich. Terwijl ik al zes jaar... Ik zat nog op mijn leeftijd, ik was nog gedreven, ik wou nog spelen. Nog altijd, hè? Tuurlijk, ik train nog altijd voor... alle, Want anders, als ik dat niet meer heb, dan moet je niet... Dus, maar ook dan zie je hoe snel dat kan gaan in voetbal. Oké, okay, ja, Berk heeft er dan twee jaar gezeten, gespeeld. Die is dan terug naar de uitgeleende club gegaan. Uh, daarna komt Dave en dan zijn we terug op gelijke hoogte begonnen. Oké, okay, coach maakt de keuze voor Dave. Maar er was heel weinig verschil. Ja, oké, okay, ik kan een keuze kan ik, kan ik alleen maar accepteren. Hè? Ik kan er niet mee akkoord gaan. Over, of kan, maar het is de trainer die ze maakt en, en daar moet we mee, mee verder. En mm -hmm. Ik ben wel iemand die... die ja, ik vind het erg, hè, want ik, ik wil spelen ook, hè? Dus maar na, de, na die dag, na dat keuzemoment ga ik niet iemand zijn die zegt... ...een beetje vervelend doen of ik weet niet wat. Dan maak ik, probeer ik ervoor te zorgen dat Dave ook beter wordt. Want oké, okay, als Dave beter wordt, ja, dan gaat de ploeg ook beter worden. Ja. En je komt daar nog goed mee overeen met Dave. Ja, we hebben he? nog helemaal te contacten. de vrouwen. En, hè? Ja, die, en die zijn al naar daar geweest. Voilà. En dan, plus ook de kinderen. Zijn kinderen die hadden dezelfde ja. leeftijd als die van ons. En die verschillende keren die zitten hier ook alleen. En dan verschillende keren dus zo in mol uh, speeltuin geweest. Als je dus... Ah, Allee, dan kunnen die ook er eens uit en die kinderen kunnen spelen. En, want anders zit je altijd maar alleen binnen met je kinderen. En ja, voor die kinderen is het ook al moeilijk. Want ja, de een ging dan naar een school, maar dat was dan niet iedere mm -hmm. dag. En, en... Mm -hmm. Dat typeert er wel een Koen van Langendonk ook wel. Hè? Met ja. zijn concurrent, hè? toch ja een Maar ik denk dat dat het belangrijkste ook ja. is. Hè? Je weet, als keeper weet je, er is maar één plaats. En, mm -hmm. en ja, oké, okay, er, er zijn situaties dat je, sommige mensen zeggen van... Ja, dit, ah, ja, ja. Dat is altijd zo. Mm -hmm. Maar ik ben dan niet iemand die dan Dave gaat uh, anders bekijken. Of ik zeg, nee, dan mm -hmm. kun je het beter het beste doen. Maar je gaat de tijd ook nog sneller en mm -hmm. je gaat samen hetzelfde doelen, Dat zoveel mogelijk matchen winnen. En, en, mm -hmm. Ja, dat is wel, denk ik, ook wel de familieman een beetje. Koeval Engendonk, die is uh, in de familieclub. Ja, dat een soort gewoon, ook, denk ik. Ja, en ik denk ook, allee, ze hebben mij dan uh, afgelopen seizoen. Dan was het einde contract. En dan mm -hmm. uh, kwamen ze van: kijk, uh, we willen verder, maar dan wel als derde keeper. Uh, dat ik eigenlijk ook meteen gezegd heb van kijk, ja, derde keeper, dat kan ik verschillende jaren zijn, dat zou ik graag niet een jaar tekenen, want dan kan ik misschien beter nog op zoek gaan naar iets waar ik kan spelen. Maar eigenlijk onmiddellijk gekomen en ook gezegd van kijk, ik zit daar nu tien jaar, ik heb daar zo'n mooie tijd gehad, ik kan nu nog op een jaar, nou, nu iets gaan zoeken voor een jaar te keepen, dat kan goed gaan, hè? en dan zit je weer vertrokken. Maar voor hetzelfde geld, je weet het nooit in de voetbal, of, of er... Het is niet zeker dat je start. Hè? Oh. Ja, en je moet je zoeken. En ik ben ook niet meer de jongste. Dus heel veel clubs gaan ook niet zeggen van kijk, daar gaan we misschien nog iets op verdienen. Ja, dan zou je al echt een ploeg moeten hebben van we zoeken echt een ervaren keeper. En, en, en eigenlijk gezegd van kijk, dat risico wil ik niet, niet pakken. Ik wil eigenlijk gewoon in dat project blijven. Als ik zie hoe hier alles omhoog gaat en, en, en ja, de infrastructuur waar we mee kunnen trainen, dat wordt alleen maar beter. Ja, dan kan ik beter daar actief mee blijven trainen en, en ja, zelf worden niet slecht, het is alleen het matchritme, oké okay. dat miste. Uh, dat eerste jaar is heel moeilijk van ja, die, zo die uh -huh. derde keeper zit in de tribune als de match bezig is, anders zit op de bank dus maar oké, okay, dan begin je zo te darten hè, en dan zoek je daar zo'n beetje dat competitie-element in. Dus ja, ja ik, ik heb getekend voor die positie als derde keeper en zolang dat er niks gebeurt, ben ik derde keeper. Dus dat weet ik en daar ben ik me van bewust. Maar dan automatisch gaat je nooit ternooikje doen dat je toch zo... Ja, ja. En zo blijfde en, en, en daarmee... En vorig jaar is nu voorbij en dit jaar gaat het nu is weer heel anders en je merkt wel oké, okay, dat, dat wordt... Ja, gewoon worden het niet, maar je, ja, je leert dat makkelijker accepteren en het is nu zo en, en, en ja, iedere dag trainen en dan zullen we wel zien. Mm -hmm. Nu doelmannen kunnen we wel iets langer mee dan, dan, dan veldspelers Als dus ja. je Buffon nu ziet. Ja oké, okay, maar ik ja. denk Dat zijn enkele voorbeelden, maar ik denk dat wel de voorbeelden zijn die hun eigen ook wel verzorgen. Want ja, iedere dag duiken, heupen, knieën, mm -hmm. springen. Ja. Ik ken ook heel veel keepers die nu op een 26 zeggen van mijn knieën, dat is mm -hmm. uh, of de kinderen niet meer kunnen oppakken. Dus mm -hmm. dat, dat hangt ook een beetje samen, ik denk dat met voetbal juist samen. Dus degene die het ja, type voetbal, als je iemand zit die altijd dribbelt en heel veel stampen incasseert, ja, dan denk ik niet dat je tot je veertigste gaat voetballen. Maar als je voetbal zet, ah, Gulles is een heel goed voorbeeld daarvan. Hè. Dat was in de middenveld, dat was een harde werker Maar dat was ook iemand die zich dag in dag uit daarmee bezig was en ja. verzorgde. En ik denk dat die pas afgelopen jaar gestopt is. Ja. En het is nu trainer. Hij is nu naar de camper gegaan, hè, ja. Dus, ah, dat zijn ja. genoeg voorbeelden. Maar er zijn ook jongens waar je mee gewijd hebt. Je ziet net van, kijk, die verzorgen en nee, die zijn er wel dag in dag uit met hun lichaam bezig. En, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Okay. Had jij vroeger zo'n een voetbal, uh, van Doelman dat jij op naar opkeek? Nee, ik moet zeggen, ik heb dat. Nee, uh, dat is graag. Die, die vraag ja. krijg ik ook. Als ja. ik, ja, of ik, als ik zeg van welke voetbalploeg, uh, voor ja. welke ja. ploeg supporter? Oei, Westerland. Oh, ja, wekelijks voor <laughs> Westerland. <laughs> maar dan gezegd van, echt, daar blijf ik voor thuis. Die wil ja? ik zien. Nee. Allee, zo Europees of nee. Allee, ik kan alle matchen kan ik zien en alles. Maar dan je zegt van, daar wil ik, die moet ik zien of dat is echt mijn. Dat heb ik niet. En met keeper, ja, gewoon, bevond hoe dat hij, ja, eigenlijk dat je zegt, zijn, zijn werkethiek en, en, en zijn, zijn karakter en alles. En dan naarmate de jaren, dan ja, heb je een noyer die, ja, die, die begint eens te dribbelen tot aan de middenlijn, En dat is ook schoon om te zien. Hè, maar maar dat is... kun jij ook, hè? Ja, ja maar dat zien ze niet graag. dat kun jij ook. Dat is mijn probleem, te veel naar die keepers <laughs> kijken. Daarom wil ik je niet doorhebben. <laughs> ja, ja, ik heb wel een lofje ik Hij kan dribbelen, man. Serieus? Ja, ja, hij kan dribbelen, ja. Ja, dat Tot is... onder de echt ook. hij je moet eens proberen. Dus... <laughs> ja, een oefenmatch zal ik misschien <laughs> okay. als ik die kans ik heb... Nee, dat nee, ga je niet doen. Ik <laughs> nee, nee, denk niet dat de coach dat gedaan gaat hebben. <laughs> nee, zelf ook niet. Nee, niet uh... Ze, Koenen is van kleins af aan al keeper? Of was het eerst voetballen en dan geëvolueerd naar, de, naar keeper? Of, uh... Ik ben eigenlijk begonnen als, als voetballer. Um, maar ja, je weet hoe dat gaat. Op een keer uh, is er geen keeper en wie gaat er niet goal? En, oh, nee, nee, nee. koenja gaat toch maar. En dan... Viel dat toch wel goed mee en dan was dat leuk. En, en ja, vanaf dan eigenlijk ja, altijd in de goal gebleven. Dus, uh, maar ik begon als voetballer en daar wou ik eigenlijk niet opgeven. Raar. Maar, want nu ook, als ik nog. Ik heb, ik heb een kameraad die speelt een de derde provinciale. Ik heb wel altijd gezegd: als ik stop met kiepen, dan gaan we samen in de spits nog uh, ergens zo, op dat niveau. Maar ja, ik word steeds ouder. En ik contract nu nog drie jaar. Die jongen die is zijn laatste seizoen niet bezig te zijn. Dus, ja. dus maar dat heb ik al altijd gezegd. Omdat ik heel graag voetbal. En, en, maar oké, okay, ja, keeper is iets langzamerhand triggerde, maar ook wel, je staat eigenlijk maar alleen. Ja. En, 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 en ja, hoe, dat en, en plus ook, ja, je kunt er ook heel veel in kwijt, heel veel energie ook, heel veel, je werkt heel vaak op je eigen en je kunt... Uh... Dus je bent eigenlijk altijd keeper geweest. Uh... Ja. Oh. strafschappen, wat we daar eens over hebben. Ga Je wel een specialist om het tegen te houden, hè? Maar nee? het rare van alles, ik heb denk ik twee jaar terug heb ik uh, een telefoon gehad ook van een journalist ja? toen, en uh, die had die statistieken opgevraagd. <laughs> maar, als dan, maar als je dan de statistieken bekijkt, dan komt je daar niet uit als specialist. hè? Toch? Ik, ik moet zeggen, ik heb even... Wat waren de statistieken dan? Want... Kijk, ja. ik heb uh, gekeken in, in zijn carrière het percentage dat ja. hij kan stoppen. Hè. Hij zit momenteel aan 35% van strafschoppen dat hem stopt. Hè. Dat is toch veel? Ik kan even zeggen, Thibault Courtois, 26 procent. Maar hoeveel krijgt hij al tegen? tegen? Martinez, Argentinië, huh? 35 procent. Uh, yeah. Krul, weet je nog? Ingekomen yeah. door Louis ja, van Fantaal, ja, ja, ja. omdat hij een specialist is. 35 procent. Dus, hola, cool. wij hebben hier een uh, ah, de pak... specialist. Dan pak dus... mijn bode terug? Huh? Dan pak ik mijn wel oh, terug. Okay. Dus, hey, maar dat is toch veel 35%? procent. Ah, is dat veel. Ja. En dat maakt er niet uit. Dus je hebt er ook wel wat tegen gekregen. Maar ik denk ook dat het is. We hebben hier een Wessel altijd heel vaak met bekerwedstrijden, ja, maar dat penalties. Al, anders, en dan hè? die match hebben we bijna altijd winnen afgesloten. <laughs> ja. En dan veel, ja, en dan, ja, en, wel, maar, en, dan, ja, maar, en dan Ja, ja, ja hey, dat is stond er wel. Hè? Ja, is de penalty. Hè? Ja, 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 dat is ja dat is Maar hebben we een tactiek voor zo? Uh, nee. Nee, ik denk vroeger was dat nog niet zo dat je beelden ging bekijken ah, nee. van ah, die trap hem op en gaat op de, de drinkbus daar. staan links-rechts. Uh, nee. En toen was dat echt nog zoiets van, je kijkt naar en ja, je weet wel ongeveer een rechtsvoet. hij staat zo, die gaat meer daar. Mm -hmm. En je gaat vol voor die bal. En, en zo was dat uh, ja, vroeger. En, en, een beetje op ja, intuïtie en een. een mm -hmm. En het is ook gelukkig als je ene keer ene pakt. Ja, de volgende die je getekend hebt, al zo 10% meer. van hm, De volgende heb ik gepakt. Misschien, <laughs> oké, okay, de ene keer valt dat tegen, de andere keer gaat dat mee. En, ja, ik denk dat je in die penalty-series altijd wel. Ja, dat triggerde mij wel. Als ik dan ja, dat, zo uh... met de Antwerpen-fans stond, ja, allemaal ik in mijn En ik, ik heb een <laughs> douche gehad van alles. Ik zeg, als ik hem nu pak, dan gaat het prachtig. Dus ja, en, en dan lukt dat. Die dingen, daar blijft ook wel bij. Eigenlijk dus, ja, ja. ja. wel mooi, 35%. Dus Doop. eigenlijk, bekerwedstrijden, moet Koen van lang ook altijd op de bank zitten om hè, in je 119e minuut in te komen. Hè. En dan gebeurt dat, en dan pakt die geen bal en is het ook <laughs> <laughs> Dat komt wel in orde, Koen. Nou, ja, ja hoor, dat kunnen Andere we. Zien. Nee. Nee, Wat? maar dat is... Dat is toch een mooie statistiek, hè? Jawel, jawel. Dat wil hey, ja, ja? hey, toch wel iets zeggen, hè? Toch wel... Uh... Oh, maar nee. ik denk ook, als je dat vraagt, zo herinneringen en alles, als je dan altijd die penaltyseries en... en, en... Jawel, ja, daar blijft altijd bij, hè? Ja. Maar zeker ook na hè? als je dat winnend afsluit, ja, ja we hebben altijd hier thuis matchen gehad, ja, ja, dus ja... Ja, ja, dan... hè? Dat is... Uh, Zijn we hetzelfde uur bijblijven, eigenlijk, hè? Zoiets. Ja, ik heb hier in Wessel eigenlijk alleen maar dingen die, 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 die me bijblijven, omdat je altijd... Ja, twee keer kampioen, uh, vaak in de beker, dat je het ja. toch wel goed uh, gedaan had. Plus nu, verbouwingen en alles, hoe dat ze de club uitbouwen. Dat zijn ook dingen die je meepakt en ziet van, ja, wauw. Dat zijn allemaal goede herinneringen. En, en, en. Ja, plus, het belangrijkste is nog altijd dat je nog altijd actieve keeper bent. Hè? Dat je mocht doen wat je heel graag doet en mm -hmm. dat je die kans krijgt. Uh. Mm -hmm. Jij ja, zei er staat nog iets van mij, tegen mij van dat de Koen ook een intermittent fasting ja. doet. Ze? Dat klopt. Ik Ligt heb dat eens uit. Ik heb eigenlijk. Ik komen. Heel raar. Ik heb eigenlijk veel dingen gedaan en geprobeerd. En dan op een keer zit je ja, calorieën te tellen. En je mocht zoveel gram rijst en zoveel gram pasta. En in het begin lukt dat goed. Maar dan op een keer wordt het helemaal, word helemaal gek. Want ja, je hebt geen heel zware training gehad. En je zou het eigenlijk met hetzelfde mogen hebben. Dus dan zou je eigenlijk continu aan het veranderen. En zit meer aan het tellen dan dat je ermee bezig zit. En toen de eh, intermittent fasting via de. Een kinesist die hier vroeger gewerkt heeft, Jos Sneiers. Ja, toen waren jullie nog niet. Uh... Nee. En die was daar toen al uh, mee bezig. Zo, en op potentie zei hij: Je moet test proberen. En dat was eigenlijk ja, 16-8. Dus in 8 uur eet je. En 16 uur fast je eigenlijk. Dus dan eet je niet. Wel water drinken, maar ook geen koffie. En. en, en... En ik moet zeggen, de eerste twee weken heb ik afgezien, want ik had ja, koppijn en, en, en precies zo. Uh -huh. En sinds dat moment daarna heb ik eigenlijk veel meer energie. En, en ja, ook in die acht uren, je, moet, ja, je, je hoeft niet te tellen wat je eet. Het is niet dat je drie keer friet eet. Hè? Ja, ja. <laughs> ja, dus je eet gewoon normaal. Maar het gewoon, oké. Okay. Dus je... Sinds de laatste jaren, mijn eerste training hier is altijd nuchtere maag ook. Oké. Okay. Ja, dus want ja, ik, tot, ik heb, nu was het half één, uh -huh. dus nu half één. Heb ik uh, geëet hierboven en dan 8 uur erbij, dus tot half negen vanavond. Dan zou ik straks om 8 uur zo'n uh, ja, zo, witte yoghurt of zoiets yeah. voor, voor eiwitten daar binnen te krijgen. En dan smorgens vroeg sta ik op. En zonder problemen kan ik eigenlijk een heel training. Uh... En die uren die mogen schommelen eigenlijk of? Wat? Ja, ik probeer, ik, hier komt het eigenlijk heel goed uit. Omdat ik als ik de eerste training gedaan heb en dan mm -hmm. stopt het, de training en dan het eten. En vanaf dat eten tel ik acht uur. Maar als we een heel lange training hebben gehad en is het pas om half twee eten en dan ga ik niet tot, tot half tien. Uh, ja, nee. ah, dan, dan blijft de automatisch bij die, bij die hal, uh, half negen is al, al redelijk laat voor nog ja. echt iets uh, te zeg, eten. Zijn eh, zit een gemakkelijke eter. Heel gemakkelijk. Als je weet wat ik lust, ben ik een heel gemakkelijk eter. Maar heb jij Iris gebeld voor een leer dit interview af te nemen? <laughs> Iris, moet ik je daar niet voor bellen? <laughs> nee, ik heb, uh, ja, dat is iets, iets van vroeger, denk ik. Ik ja? heb uh, ja, vroeger heel veel gesukkeld zo, met voeding en, en, en alles met, met, met zondes binnen gehad toen. En ik denk dat dat wat blijven hangen is, want ik, ja, ik lust heel weinig. Ook euh, sausen, niks van sausen. Nee, ja, ja, dat viel me op. Plus, ook als alles onder elkaar zit, heb ik er al moeite mee. Ja. Of ik moet echt weten, denk het lust en zien, denk het er onder elkaar doen. Dus ja, de, en het is niet dat ik dat nooit geprobeerd heb. Hè? Want thuis vroeger zei je van ja, groentjes, je moet de groentjes opeten. dat ik ooit anderhalf uur ja. nog zat. Hè? Ah. En dan, ja, dan heb ik een keer wel de hond gevoerd. <laughs> ja. Maar wel geprobeerd, maar ja, als ik je... twee, drie keer iets probeer, dan zeg je ja, de vierde keer ga ik dat niet ineens lusten. Hè? Ja. En een romantisch etentje met je echtgenote zit er dan niet in. Ja, Want wat? je weet niet wat je op het bord krijgt. Ja, ja, maar ja, dan ga ik ergens van ik iets los is. Of je ja. maakt zelf je pasta pesto hè? Ja, dat is, Ik kan heel goed koken. Vertel, simpel denk ja, ik kan ik goed koken. Ja, ja, je maakt ja. de allerbeste pasta, pesto. dat zeg ik zelf dus. Ja. Allo, ja, maar hoe begin eraan? ja, sommige mensen denken van die combinaties die kloppen niet, maar ik denk gewoon pasta met pesto en daar doe ik ooit uh, zo magere spekblokjes en ei onder, alles onder elkaar. Maar dat zijn dingen en dat die je dan wel mengen. Ja, maar dat He? zijn dingen die ik lust en ik maak die apart en dan onder elkaar en dan. Maar je, ik komt er en... echt vooruit dat dat lekkerste niet hè? Ik, maak het ook niet uit hè? Oh nee, dat is, voor mij is dat goed en ik eet. En, en mogen we dat recept onder? kijkers doorgeven. Ja, maar dat kun je op internet vinden, pasta koken, dat is 20 minuutjes totdat die lekker zacht is, pesto, dat is gewoon het potje, en dan magere ja, dat niet, niet te vettig, magere boter, dus geen geheimen. Okay, okay. Maar het is, ja, het is de kunst van de mengen natuurlijk. Okay. He. Ah, dat is is de de <laughs> het is met van mengen, dat is met ja. keeperhandschoenen. <laughs> Oei, dat gaat een moeilijke worden, denk ik, <laughs> voor de rest. Nee, nee ja. dat is... Uh... Mag geen sausen bedoel dan... Mayonaise en zo niet? Of ook echt spaghetti-saus erop? Uh... Spaghetti-saus, bij mij is alleen tomatensaus en kippen gehakt. Geen groentjes erin, geen... Aha. Ik heb het mooiste verhaal is ooit, ooit uh, bij mijn schoonmoeder gaan eten. En die dacht van, ah, die ja. gaat dat niet merken. Ah, ja, en die had ja, dat ja. gemixerd. Mo dus de saus, groentjes en alles. En één hap, ik zeg nee, nee, nee. nee. Mo Mo dat, bij een schoonhouder, Kun je dat toch niet doen? Want... Zo Ze zeg ik eet niet. Nee, nee, ik heb niet gezegd dat ik niet eet. Ik zeg maar, volgens mij zitten er groentjes in de pasta. Maar je hebt toch verder gegeten? Nee, nee. Oh, ja, nee ik heb gevraagd. Zit, daar zit, er volgens mij zitten er groentjes in, in de dingen. En dan zegt hij het Je moest al lachen. En Iris wist het. En die was gemixt. Dus ik wist het. <laughs> dus, dus. Dat proef ik erin. Ja, dat heb ik toch niet meer gegeten. Ja, groentjes. Dat, ja. Maar wat van een indruk dan? te dan? Allee, kom op. Wat, oh, al dat al geen al je een pasta eet met groentjes ervan. Oh, op. Ja, come on. Maar, hey, hoe joh. lang we dat samen toen koen? Dat kan ook al wel. Oh, het nou, is ja. de eerste ontmoeting waarschijnlijk. Dan. Nee, 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 joh. nee, nee, nee Was die dan pasta gekookt dan? Nee, nee. <laughs> <laughs> mm, lekker. Mm, heel lekker. <laughs> ja, had ik dat nog gezegd, hè. ik ga me niet anders voorden nee, dan. Nice. Oh, yeah. je bent weer Ik ben. heb dat wel normaal gezegd. Ik heb niet gezegd, die Thuis had oh, ik niet gezegd, weet je weet dat je een mixert. Haha, schoon had ik gezegd, volgens mij is die die groentje. <laughs> <laughs> het zat er effectief in. Hè. Maar dat hier is dat ook geweest. Oh. Dat is ja, erg, hè? erg hè? maar die dag van we gaan eens proberen, die ja. merkt dat niet. Kijk, hoe wit alles? Dat proefde. En daarmee dat ik zeg, van ja. Dan gaat er toch niet meer uit. Eigenlijk. Het enige is nu: heb ik ja, twee kinderen dan en die oudste die begint, dat zo ook een beetje. Ah, dus dan ik en dan zeg ik: ja, we moeten wel groentjes eten. Ja maar, papa, eet maar... Gij, ja, maar papa is al groot en sterk genoeg, dus probeer ik dat nog te doen, tot, <laughs> zolang dat waar is. Hoe oud zijn de kinderen? Uh, de oudste die wordt zes en de jongste is uh, pas twee geworden. Ah, zes, oké. Okay, ja. Banaal Bij, gaat dat de leeftijd komen dat ze zeggen: van ja, maar. Die, want het is, de oudste die altijd in het begin ook, ook heel goed en alles, en nu begint het ook zo, pasta. Alleen de saus die papa heeft. Ah, oh, zonder saus. Ja. Ja oké, okay, ja. maar ik ben ook groot geworden en ook, ja. Is, en wel, voila hè. Dus, dus maar groentjes is belangrijk mee. dus. Maar ik lust wel groenten. Het is niet dat ik niks nee, lust Nee, 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 nee. Maar alles apart gewoon. Zolang het ja. nog niet gemixt is. Niet gemixt. Liefst ook geen warme groenten. <laughs> maar dat begrijp ik wel. Warm groenten is ook niet echt altijd even lekker vind ik. <laughs> Ik Oh, ik denk dat... Ben je het al die rondjes denk ik. Ja, maar ik heb een <laughs> koks thuis, hè. Ah, ah, ja. Dat is, dat is ja, eigenlijk gewoon ja, altijd verwend, de denk de ik, de de Ja, is waar. Ja, een kokkin heb ik thuis niet ontdekt. Nee? Daarom nee, ja, denk ja, ik die persoon niet nee. Nee, ja. Ja, ja, gaan we niet over... Nee, nee, nee. Dat gaan we niet over dat wijden. Uh, nee, ça um, Op het einde van de uitzending geven wij nog... En uh, we zijn een klein beetje al gekomen aan het einde. Ik denk dat... Het, toch wel gezellig was, niet? Jawel, jawel, wel. wel, wel, wel. Ja, ik ben blij dat ik de spits heb mogen aanwijzen. Ah, oh, voilà, kijk. Hè. Um, maar we geven altijd nog een cadeautje weg. En jij hebt uh, vandaag iets meegebracht, hè? Wat heb je hebt het meegebracht? Ik heb uh, mijn eerste dartpijlen. Allee, de achterkant is uh, recent, maar de, de barrel, dus het, het onderste stukje, dat zijn wat ik hiermee op een club ben beginnen gooien. Uh, ja, al snel gemerkt, denk ik, ja. Die pijlen voorbijgestoken zijn, dus heb ik andere gekocht. Uh, dus met die wil ik graag, uh, als iemand er iets uh, mee kan doen. Uh, vraag me niet meer naar het gewicht, want dat was toen met dartbord en pijlen Oei. alles in één gekocht. En dat was. Uh, okay. Maar als je zo'n het weegschouwtje zet, dan weet je wat je wilde. Maar dat zijn mijn -pijlen eerste pijlen hier. Dat is de grondlegging van de dartscarrière die misschien gaat volgen. Wow. alsjeblieft. <laughs> Binnenkort op vtm m 2 <laughs> Oh. Nee, hey, wie weet. Wie weet. Wie weet. Ik weet alleen niet hoe we ze weggeven, de dartsbellen. Met een vraag of wat? Of. Ja. Koen, heb jij een goeie vraag? Ja. Oh, misschien niet met een vraag, maar kunnen ze niet een filmpje insturen? Ja. Ik okay. had heel veel mensen die dachten, als die een filmpje insturen van bijvoorbeeld een worp. Dan moeten eens denken, mijn nummers, daar had ik in gedachten Maar dat is gemakkelijk, wow. hè, 30 gooien met drie pijlen. Ja? Ja. Ah, oh, gemakkelijk, ik weet niet. <laughs> uh. Ja. Of, is of dat is een taart taarten zijn en terwijl u liedje aan zijn, is die keeper. Nee. Dat is dat nog een goeie. He. Dat is, dat kunnen ja. we wel eens. En Koen gaat er weer naar uitkiezen. Ja, las ja, we dus dan. Uh, dan gaan we dat doen. Dus degene die uh, een filmpje maakt met uh, 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 de montaarts en da dan ondertussen het, het, het liedje van de Koen zingt. Uh, ja, in de beste inzending wint de pijlen van Koen van Lange Dank. Koen, dikke merci. Bij uh, mij moet je nog lang bij ons op de club blijven. Uh, Voila. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Tom. Het was kruipelzand. plezant. Oh, voilà. Het was goed. Voor de eerste keer was het uh, mooi, moeten we verder doen. Voilà. was voilà. goed. Merci, Jacko. Succes.